Nou ja, de rol van de Leiden Academy begon iets eerder dan vandaag. We zijn eind 2021 benaderd door Zonnewee om offerte te maken voor begeleidingstraject. Voor de projecten die in subsidieronde 2 gefinancierd zijn. We hebben toen een offerte gemaakt en die werd geaccordeerd, waarmee we heel blij waren. En onze benadering was om mensen zelf, dus projectleiders van gefinancierde projecten, uit te nodigen in gesprek met ons te gaan. Omdat als Leiden Academy werken we meestal participatief. Dat betekent dat wij niet onze eigen kennis centraal willen stellen, maar echt kennis van onze partners. En we gaan met hen in gesprek daarover. Dus vandaag was het ook weer een faciliterende rol van Leiden Academy. We hebben woorden gegeven aan gesprekken die we gevoerd hebben. De kennisdragers zijn projectleiders en wij ook als partners. Maar de kennissynthese, dynamische kennissynthese die vandaag werd gepresenteerd, is een gezamenlijk resultaat. Kennissynthese is precies wat ik zeg. Dat is een synthese van de kennis die we kunnen ophalen, voornamelijk in dit geval bij de projectleiders die gewerkt hebben binnen deze subsidieronde. Wat belangrijk is voor de kennissynthese, zoals wij dat doen, is dat wij diverse dragers van de kennis bij elkaar willen brengen. Er is geen hiërarchie van kennis. Voor ons tenminste bestaat het niet. Dat betekent dat wij als onderzoekers niet beter weten. Ervaringsdeskundigen weten ook niet beter. En professionals weten niet beter. Samen weten we beter. Dus wat we doen, we brengen diverse mensen, diverse partijen die eigen kennis met elkaar delen. We maken een synthese van deze kennis en we geven gewoon woorden in het document daaraan. En dat document hebben we vandaag gedeeld, nog een keer om zeker te zijn dat datgene wat daar staat gedeeld wordt door iedereen die daar genoemd ook wordt.